Practicumlessen, nou ja, het woord zegt het misschien al, ben je zelf praktisch bezig. Dus niet uit een boek, niet luisteren naar een docent, maar zelf experimentjes uitvoeren. Ja, zelf iets ontdekken. Tot 8 volt en iedere keer kijken welke stroom erbij hoort. Oké. Duidelijk? Yes. Bij natuurkunde zijn ze bijvoorbeeld bezig met kijken hoe dingen bewegen of hoe veren in elkaar zitten, hoe dat werkt. Ze bouwen bijvoorbeeld hun eigen thermometer. En bij scheikunde zijn ze natuurlijk veel bezig met chemische reacties bekijken. 1H2O. Ja. Vandaag hebben we bijvoorbeeld gekeken naar ogen. Ogen van schapen deze keer. We zijn in de les bezig met uitleg geven over hoe het oog in elkaar zit, hoe het werkt. En als je dan vervolgens zelf ook echt een oog kan zien en stap voor stap kan bekijken hoe die in elkaar zit. En dan realiseer je vaak ineens, oh, zo werkt dat. En ja, dat zijn de mooie leermomentjes. Welkom op het Grootjescollege. Ik zou niets anders willen.